Een kus van de voorzitter, het is de winstpremie van Richard Strikker. Hij pakt zijn eerste competitiezege met Antwerp na een 2-12. Eentje die broodnodig was om de trainer en de spelersgroep uit de wind te zetten. Komen we weer over druk. Het is al naar de tweede week geroepen, elke keer druk, druk, druk. Je weet hoe het gaat. Als jullie vandaag 3 op 15 halen, dan is er druk ongeacht het spel. Ja, ik weet het. Maar wij hebben met z'n allen intern een afspraak gemaakt. We zijn aan het bouwen aan een nieuw team. Nou, je ziet het, het team is sterk. Alleen, jij moet geduld hebben. En ja, tuurlijk willen we allemaal dat het zo snel mogelijk gaat. Alleen, dat heb je niet altijd in de hand. En nu op dit moment is het gelukt. Dus erg blij mee. Al in de eerste 15 minuten is Antwerp de betere ploeg met een schot tussen de palen van Joren Dom. En ook nog een paar uitgespeelde kansjes. Achterin kan Antwerp rekenen op een secure Frank Boek die zijn ploeg 1 keer in de wedstrijd moet houden. Boeks heeft na 2 wedstrijden met Antwerp nog geen goal geslikt. De grootste kans in helft 1 is voor de hardwerkende spits Owusu. Hij ziet zijn kopbal uiteenspatten tegen het kader. Na de pauze zakt het tempo, maar Antwerp blijft wel druk zetten zonder echt veel kansen te creëren. De hand van de trainer is zichtbaar duidelijk. Het nieuwe Antwerp probeert fris te voetballen, maar kan dat nog maar moeilijk omzetten in resultaat. We zijn op weg naar een gelijkspel tot de trainer 2 gouden wissels doorvoert. We zijn intussen in minuut 88. Guvench met de tegenaanval. En de verguisde Kevin Tane zoekt de ruimte voor het schot en loeiert dan de bal in de netten. Een heerlijke treffer zet Antwerp op weg naar zijn eerste zege. Het was een mindere periode voor mij, maar ik heb blijven knokken op de training. Bij de tweede helft ook gewoon altijd mijn best gedaan. En vandaag kreeg ik mijn moment weer en ik probeerde er wat van te maken. En uiteindelijk kwam mijn goal uit. Alle frustratie in 1 bom. Ja, ik denk het wel. En een hele mooie bom, denk ik. In de toegevoegde tijd tekent Guvench zelf nog voor de 0-2 na een actie van Dilallo. Guvench vorig seizoen nog titularisch. Dit seizoen moet hij knokken voor zijn plaats. Heb je het moeilijk met die invallersrol? Ja. Vertel. Ik wil altijd voetballen. Dus ik heb afgelopen jaren bijna alles gevoetbald, zelfs op de bank gezeten. En ja, wanneer ik dan 2-3 weken op de bank zit, zit ik de week daarop, ben ik een elftal. Ik denk dat ik gewoon een waardige basisspeler ben. En ik wil gewoon aan de basis starten. Hoe dan ook wint Antwerp verdient en kan het dus met vertrouwen afzakken naar Tubeke nu woensdag. Bevestigen is de boodschap.